0 naar 100 in 4 seconden. In de Week van de Auto gaan we rijden met deze auto van de toekomst die nu gewoon al te koop is. Dit is Bart de Nes. U kent hem misschien wel als geluidsman van RTV Drenthe. En dit is Bart's auto. Een diesel, een Golf uit 1998. Maar Bart heeft een droomauto. Een hele droomauto. Dat is een prachtige Model S Tesla, een elektrische auto. En wat is er dan wel zo bijzonder aan die auto? Nou, er zit geen verbrandingsmotor in. Hij is elektrisch. Hij is super stil. In vergelijking met dit is overigens alles stil. Je hebt ruimte in de voorbak, ruimte in je achterbak. Het is een half ruimteschip met een prachtig touchscreen in het midden. Het is ja, eigenlijk een auto uit 2020, maar dan nu. Nu wil het geval dat deze meneer hier, hallo, zo'n auto heeft. Dat klopt. En mag Bart daar misschien even in rijden? Maar natuurlijk. Zo. Hoi, hallo. Ik ben Bart. Jeroen Bos. Dag Jeroen. Ik hoorde je niet aankomen. Potverdikkie. Ik hoorde jou wel aankomen. Ja, dat dacht ik al. Ja. Dat is niet wat zo herrie, man. Ja, gigantisch. Ja. Onvoorstelbaar. Zo. Ja, dit is hem. Dit is hem. Prachtig. Wat een gigantisch scherm. Hij is nog groter dan ik dacht zelfs. Ja, ja, weinig knopjes, hè? Want je doet eigenlijk alles met de enorme iPad die erop zit. Ja, en afhankelijk van het weer. En het weer laat het nu natuurlijk niet echt toe. Maar kan je het dak ook volledig met een touchscreen bedienen? Je hebt geen knopje meer, alles doe je met een touchscreen, met je hele grote iPad. Oh, je kan hem ook vertellen hoe je rijdt en hoe... Ja, hij past dan zelfs, als je de hoogte aanpast bij drempeltjes, dan weet hij de volgende keer met Google Maps dat je daar bent en stelt hij automatisch de hoogte in als je de volgende keer weer op die plek komt. Ja, en wat me nu echt opvalt is, ik stap in deze auto en hij is lekker warm. Hij hoeft natuurlijk nooit meer voor te verwarmen, zijn auto. Nee, dat kan je vanuit huis doen. Je hebt een app op je telefoon dat je 's ochtends kan zeggen van maak hem even warm en dan maakt hij hem warm. De stoelverwarming staat nou trouwens aan. Ja, heerlijk. Ja. Het is prachtig. Dus ook in de zomer, dan is het warm buiten. Denk je, cool, nou, ik ga een timmertje rijden, klik. De airco aan. Briljant. Ja. Ja, hartstikke gaaf zeg. En als je dan onderweg nog even wat wil zien. Je hebt gewoon internet erin. Fantastisch. RTV Drenthe op je scherm. Ja, en zo wordt het. Eigenlijk is het een botsautootje. Er zit een elektromotor in, een accu. Je geeft gas en je gaat rijden. Ja. Ook geen versnellingen. Ja, vanaf de eerste seconde heb je de maximale koppel. Ja, elektrische auto natuurlijk. Dus dat is inderdaad gewoon niet gaan. Doorschakelen. Gaan. Nou, ik heb gekozen voor deze auto omdat natuurlijk wel het toppunt van duurzaamheid is. En we hebben een automatiseringsbedrijf, Bosser de Knossen in Groningen. En we vinden duurzaamheid heel belangrijk. En als ICT-bedrijf moeten we daarin voorop lopen. We hebben 225 zonnepanelen op dak liggen. We hebben een elektrische auto waar we spullen mee bezorgen in Groningen, in de stad en in de provincie. Ja, en dit is toch ook wel een visitekaartje als bedrijf met zo'n auto te mogen rondrijden. Je hebt altijd een leuk gesprek met klanten als je met een elektrische auto voor komt rijden. Ik trap hem nou even wat dieper in. Ah, jongens, dit is echt. Dit gaat helemaal nergens over hoe hard dit optrekt. En heb ik maar zo'n stukje ingetrapt. Wat heerlijk. En ontzettend veel informatie in het scherm. Echt prachtig. Oh, hier mogen maar 30. Zo jammer. Hey, hoeveel boetes heb je al gehad? Ja, 0. Oh. Ze willen er alleen maar een stukje rijden. Oh nee, ja. Nee, maar als je aangaat wil een stukje rijden. Nee, wat grappig is, het is een van de snelste sedans die er bestaat ter wereld. Ja. Alleen de lol, ben ik achtergekomen nu ik hem een poosje heb, is eerder hoe lang doe ik het met een accu, dan hoe snel kan ik optrekken. Gewoon kijken zo ver mogelijk te komen ermee. En, precies. Kijk, we mogen heel wat harder. Jongen. Ik durf hem niet eens in te trappen, zal ik je vertellen. Je bent natuurlijk al de landsgrens over geweest. Hoe hard om even heb je te kijken hoe hard hij gaat. Ja? En hoe hard wil hij? Ten eerste, hij trekt heel snel op. Ja. Bij een benzineauto moet je op toeren komen voordat je echt snelheid maakt. Bij een elektrische auto, de elektromotor heeft gelijk vanaf het eerste moment de kracht die hij maximaal heeft. Ja. Je zit iets van 4,2 seconden zit je op 100 km per uur. Oh, 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 oh. En ik heb er nou iets van 210 mee gereden. Dat is ook wel, daarna word ik niet heel veel meer ontspannen rijden volgens mij. Dat niet. En je accu is dan ook wel heel snel leeg. Ja, dat geloof ik direct. In hoever kan je hier nou mee rijden? Zo'n 350, 400 kilometer. Dus je kan gewoon naar Amsterdam rijden? Je kan naar Amsterdam rijden. Dan heb ik al wel eens in een hele snelle benzineauto mogen rijden met een 4,5 liter motor erin. En dat was al een kanonskogel, maar sorry, eigenaar ervan, dit is echt andere koek. Ja, dit is echt andere koek. En hij is zo stil, het is echt...
Ja, je merkt hoeveel lawaai de weg maakt. Ja, die kaart, joh, dat is fantastisch. Gewoon Google Maps zo groot als je hem wil. Ja, wat heel mooi is als jij afspraken maakt in je agenda van je telefoon. Ja. Dat die afspraken overneemt met je telefoon. Dus als je dan 's ochtends instapt, je hebt een afspraak in Amsterdam. Dan kun je erop klikken en dan pakt hij gelijk de route daar naartoe. Ja, fantastisch. Dat is wel heel gaaf. En dan stap je in een verwarmde auto. Of en dan stap je in een verwarmde auto. Ja, correct. Heerlijk. Van 0 naar 100 in 4 seconden. Jeroen weet het nog niet, maar ik denk dat ik hem hou. Mooi. Morgen in de Week van de Auto leren we hoe je kunt voorkomen dat je slipt en krijgt deze dame voortdurend een slappe lach. Slecht. Ja, mooi, hè? Ja, dit is slecht. Nou, zullen we weer in één.